Hey, nou ja, 4 jaar later. 4 jaar later weer bij die Suidoosterfees. Precies 4 jaar geleden ons begin met repetities voor die naaimachine. En hier is ons nou weer 4 jaar later. Weer bij die Suidoosterfees en het is alweer vol. Die stuk het gespeeld voor gehore, vol gehore. Dit was ongelooflijk hoe die mensen ingekoop het. En mensen so dankbaar daarvoor. Die stuk is ook vertaald door Renny van Grien in Engels. Ons het Edinburgh toe gevat, ons het ook gespeeld bij die Baxter Theater, waar het baie goed ontvang is. En Edinburgh is het ongelooflijk ontvang. En nou ja, nou is ons weer 1 in Afrikaans vandaag en dan zondag 1 in Engels weer op die Suidoosterfees in die Fugard Theater. En daar is baie mense om voor dankie te sê so langs die pad. As ek nou moet dink, ek ben die nachtegaals wat die prijs uitgereik het en die stuk het die prijs gewen. Daar is Bev Marits vir wie ek moet dankie sê. Daar is Jean Steenkamp, my wonderlijke verhoogbestuurder. Ongelooflik, amazing. En dan Henny van Grene, natuurlijk my regisseur en die vertaler van die stuk in Engels, wat al die pad nog saam my gestap het en berge uitgeklim het en met my sciatica gekoop het in Edinburgh. En dan natuurlijk Rachel Greef, wat die stuk geskryf het, want sonder haar was daar nie stuk nie, was daar nie een naaimachine nie, was daar nie een sewing machine nie. Baie dankie vir allemaal. Dit was a fabulous journey.